je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Volg mij ook op TikTok en Instagram. En zoek op Suriname Kitchen. Hallo lieve kijkers van me. Welkom op mijn Suriname Kitchen kanaal. Ik ga vandaag aubergine met kip koken in curry. Dus ik heb mijn kip in stukjes gehaakt. Dan ben ik hem aan het boilen, zoals ik altijd doe. En dan pas dan ga ik hem wassen. Dan ga ik hem koken. Lekker. Ik boil mijn kip altijd eerst als ik ga maken, weet je. Hij is al klaar bijna. En dan ga ik hem nu wassen. En de rest van die dingen ga ik straks erin doen. Dan laat ik jullie zien hoe ik mijn batagos maak. Dus aubergine met kip. In Hindoestaans is het batagos. Intussen heb ik mijn bata al gesneden, geschild, in water gezet. Zie je? Zo. Wassen. Dit is kipcarbonade. Heb ik gekocht. Als je een beetje heet is, dan doe je het met dit. Mooi gewassen. Ja. Al de vet, al de bloedresten zijn eruit. Zo, mijn olie is al heet. Hier heb ik gesneden uien, die doe ik altijd, weet je. Snijden en bewaren in de koelkast. Zet ik een handje vol uien. Een beetje middelbruin is geworden. Dan ga ik de rest knoflook erin zetten. Ik heb 2 peper, ik wil een beetje heet eten. Dan ga ik 2 peper zetten. Peper zijn tegenwoordig niet zo heet hoor. Maar ik ga samen ermee bakken. Doe ik dat ook erbij. Dan gaat hij mee bakken. Mijn dokter is gek erop, maar dat gaat. Laat ik hem even bakken. En dan ga ik de knoflook erin zetten. Dus mijn ui is een beetje gebakken. Dan ga ik nu mijn knoflook zetten. Kijk. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Ik heb gemalen knoflook altijd ook. Hè. Mijn spullen maak ik altijd van tevoren klaar en bewaar ik in de koelkast. Het is heel makkelijk om te koken, lieve kijkers. Kijk, de knoflook ga ik niet in het begin doen, anders gaat de knoflook eerst bakken en dan gaat het branden, weet je. Dus eerst de uien bakken en de peper. En daarna de knoflook erin zetten. Dan heb ik hier een blokje, kippenblok. Dat gaat ook erin, meebakken. Zo. Maak mijn werk altijd makkelijk, lieve mensen. Dan is het ook heerlijk om te koken. Dan zet ik 1 theelepel konjoer. Zet ik 1 theelepel zout. Zet ik 1 theelepel witte peper. En dan zet ik 1 eetlepel masala, hè. Dan gaat hij mee bakken. Zie je? Nu ga ik mijn kip erin zetten. En dan gaat de kip erin. Zo. Gaat mijn kip koken. Kiekie lekker. Ruikt het heerlijk. En dan ga ik mijn vlees een beetje laten koken. Als die half al gekookt is, dan ga ik mijn aubergine erin zetten, de bata. En dan gaan ze lekker mee koken. Dat zo. Zo, dan ga ik kijken hoe ver mijn kip is. Ja, gaat goed hè. Wauw. Ja, hij is mooi aan het koken. Dit wordt smullen straks hoor, met een lekkere witte warme rijst. Heerlijk.
Zie je, de uien, de peper, allemaal zijn gesmolten ook, hè. Laat ik hem nog een paar minuten schudderen. En dan ga ik mijn bahata erin zetten, weet je. Zo, dan ga ik kijken hoe ver de kip is. Ja, gaat goed. Hij is mooi gekookt. Alleen, hij is toch weer vet gelaten, dus. Mijn lieve kijkers, voor mijn eet- en vlogvideo's, ga naar mijn nieuwe YouTube-kanaal. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Gratis abonneren, liken, op de bel, notificatie drukken en laat een berichtje achter. Wat ik ga doen, ik ga de vet een beetje eruit halen. Want te veel vet is ook niet lekker hoor. Zo. Te veel vet eten is niet gezond, hè, lieve kijkers. Ja, hij is goed. Ja, zie je? Dit is perfect. En nu ga ik mijn aubergine erin zetten, hoor. Dit is mijn aubergine, die gaat erin. Mooi lekker koken. Mijn bata. Natuurlijk. Dan doe ik de vuur even hoog. Het ziet er heerlijk uit, lieve mensen. Prachtig. Ik hou van matadoes hoor. Heel erg. En mijn kinderen houden ook ervan. Dan mag dit nu gaan sudderen een beetje. Zodat die aubergine smelt. En dan komt het helemaal goed. Dan ga ik even controleren. Ja, hij is mooi aan het sudderen, zie je. Die bata is mooi aan het smelten. Oei, dit is zo lekker. Ja, mensen van me, niet vergeten om te liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende lekkere video. Blijf volgen, comments geven en gratis abonneren. En de icoontje bel drukken, dan krijg je altijd een melding dat een nieuwe video al staat. Yummy, yummy wordt het. Heel lekker. Zie je, er is niet zoveel vet, niks. Mooi, lekker. Matagoes. Aubergine met kip. Sweetie, lekker. Ik hoor het wel op de comments of jullie dat hebben geprobeerd. Nou, hij is helemaal klaar, zie je? Ik zou zeggen, eet smakelijk. En tot de volgende video. Dag, dag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.